Kun okay, nou, u heeft aangekondigd dat u vertrekt? Ja, ik heb uh, vanmorgen de mededeling uh, gedaan of de aankondiging, zoals dat officieel heet, dat ik per 1 januari stop. Over iets meer dan een jaar zijn de gemeenteverkiezingen. Waarom, waarom heeft u niet besloten om dan op te stappen? Ja, dat kan. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, ik ben wel iemand, als je iets doet, doe ik dat echt met de volle 100%. En op het moment dat het een beetje gaat kietelen en dat je zegt van ja, ik wil misschien wel iets nieuws na 10 jaar... Ja, dan vind ik ook wel dat je de stap moet durven zetten. Dat past in ieder geval bij mij om te zeggen van, nou ja, dan, dan draag ik het stokje over. Overigens met heel veel ook pijn in het hart, want ik, het is een heel dubbel gevoel. We zijn met enorme leuke dingen bezig. En tegelijkertijd, ja, het werk uh, ja, blijft er altijd. Je bent altijd bezig in de stad. Dat betekent ook, uh, ja, er is nooit in die zin een geschikt moment. En ik dacht, ja, het voelt nu gewoon goed om dan ook te zeggen, per 1 januari stop ik. Want u heeft gezegd dat u als gemeentelid uw 100% wil geven. Altijd. Is die 100% nu op of? Zeker niet op. Nee, nee, nee. En de komende periode tot 1 januari kan iedereen nog echt enorm op mij rekenen. Nee, ik kijk even zo stiekem in de camera. Maar tegelijkertijd, uh, ja, op het moment dat dit speelt. En dit begint uh, ja, bij mij ook echt wel naar voren te komen dat ik uh, toe ben aan een nieuwe stap na tien jaar. Ja, dan denk ik ook dat je eerlijk moet zijn en dat je zo dapper moet zijn uh, om ook die stap te zetten. U heeft er minder plezier in, als ik het goed begrijp. Ik heb er heel veel plezier in. Maar de politiek is natuurlijk ook uh, iets wat je echt volwaardig doet. En uh, wat, ja, waar je, je helemaal moet geven. Overigens vind ik dat altijd een mooi uitgangspunt voor alles wat je doet. En tegelijkertijd uh, vind ik ook uh, ja, dat je moet zeggen. Ja, dit is ook het momentum uh, dat ik het stokje overdraag. Dus dat is een hele persoonlijke afweging. En natuurlijk kan je ook zeggen, ja, nou, ik had ook gewoon kunnen blijven zitten. En het uh, loopt allemaal goed. We hebben een heel leuk college, een hele mooie jonge raad waar uh, ook mooie initiatieven vandaan komen. Het gaat heel goed met de stad. Uh, nou, er is altijd heel veel te doen. Uh, maar ja, je, je kan ook zeggen, van nou, ik, ik draag nu dat uh, stokje over.